Sapperlingetjes van Justus Perkament, dus welkom bij een nieuwe vlog op ons kanaal. We zijn weer naar de Mac Drive gegaan, alleen we hebben niet gefilmd hoe we daar kwamen, want het was te donker buiten. Het is namelijk 1:15 in de avond. Ja, zoiets. Ja. De McDonald's was nog een kwartier open. Ze waren al bezig met opruimen. Zo. Dus ik denk dat ze op onze burgers hebben gespiekt. Yes. Ja, dat kijk ik wel zeker. Dat is een kruidelijk wel. Kijk, alsjeblieft, dat is je chili chicken. Ja, ik vroeg toch een chicken sensation, dan zei ik chili chicken. Hier staat chili chicken. Zeg ik echt chili chicken? Si. Nee. Ja. Wauw. Dat zei je echt. Hoezo? Zei ik dat echt? Ja. Ik had de chicken sensation in mijn hoofd. Lust je chili chicken niet? Jawel, maar... Dat is even teleurstellend. Oké, als ik nou alleen was... Ja? Dan echt voor hè? Ik zit echt in mijn hoofd dat ik gewoon chicken sensation heb, maar ik zei echt chili chicken. Ja, want hoe heet het... Maar ik dacht aan een chicken sensation toen ik het zei. Oké, nice. Handig. What the fuck? Ja, daarom wist ik ook dat het was, anders wist ik er niet. Ja, soms dan denk ik gewoon dat ik seks heb met een meisje, maar dan doe ik mijn ogen op en dan is het gewoon een vent. Ik dacht aan de vrouw. What the fuck, man, chili. Oh, vers lekker. Wat is dit voor shit, jongen? Als ze hierop hebben gespiegd, dan begrijp ik het. Mijn broertje is een groot spieg, ja. Justin. De ziel of haar... Every kill goes our winners. Spieg, ja. Justin. De ziel of haar... Every kill goes our winners. Ja, is er wel cola of heb ik Fanta besteld? Nee, koffie. Ik heb vandaag een filmpje gezien. Dat was dan top 10 dingen die zijn gebeurd bij de McDonald's of zo. En dat was dan een vrouw. En die had een cheeseburger met bacon besteld. Oh lol, ik had 10 nuggets gekregen. Nice. Die had cheeseburger met bacon besteld. Alleen die kreeg geen bacon. Dus toen kreeg ze een tegoedbon dat ze dan later een keer dan gratis die burgers kreeg. Dus ze dezelfde avond is teruggegaan. Kreeg ze weer burgers met zonder bacon. Toen was ze zo boos, heeft ze door de Mac Drive heeft een kogel gelost. En toen is ze opgepakt. Nice. Waar is mijn bacon? Ja, ja maar... wat zet het moeder dan? En dan zegt toch gewoon mevrouw, ik had gewoon een burger met bacon besteld. Dus op de tweede keer, ik kon nu gewoon die burger klaar. Ik ga het ook niet schieten en dan wegrijden. Nee. Dan heb je nog alsnog geen bacon. Ja. We hebben ze in de gevangenis al bacon. Kut, ik had echt verheugd op die chicken sensation en dan kreeg ik de... Gaat even terug. Dan moet ze ook al niet denken, what the fuck, man. Wie koopt nou een chili chicken? Waarschijnlijk hebben mij allemaal uitgelachen. Oh, chili chicken. Yeah. Kinderen horen al op bed te liggen. Oh, wat een loser. Zeker die mooie boy met die pet. Die er elke dag komt. Mijn vrouw gewoon wel ons hielp. Ja. Dus, die had me gisteren eten naar mij gebracht. Die ben je van. Gisteren, welke dag was het? Gisteren woensdag. Woensdag, ja. Ik was van dat stage en ik had mijn eten al een beetje op. En dan ik heb nog wel honger. Ik ga even naar de bank. Ik kwam toch meteen vanuit het stage. En toen wilde ik dus vandaag verder met mijn eten opeten, wat ik dus gisteren voor de helft had opgegeten. Niet van de Mac, maar gewoon gezond eten. Alleen toen pakte ik dus die bak waar mijn kip in zat. Alleen die kip is normaal helemaal wit. Nee. En dat was wel een beetje bruinig roze. Ja, dan is het nog wel goed. Maar het ruikt dan al heel sterk. Ja. Dan doe ik het niet. Dan heeft de hond wel lekkers. Welke? Als ik het nou gewoon meteen in de middag had gegeten, rond 3 uur, was het nog goed. Was het zeker weten nog goed, en nu was het zo twijfel, weet je wel. Want ik had het gisteren gemaakt. En als je iets maakt, zeg maar, en je eet het niet meteen op, dan blijft het een dag, kun je het in de koelkast bij. Daar ga ik meestal van uit. En nu was het een dag en 5-6 uur. Nou, twijfelen. Plus het was niet de hele tijd in de koelkast, het zat ook een tijd in mijn tas. Oh ja. Dan kan je beter niet doen. Dus ik hoop dat de hond dat bij deze. Graag weer. Nee.
Ja, wel ook een McChicken, toch? Of? Nee. Chili chicken. Een Big Mac met augurken. Zonder augurken. Wat nou is dat? Ik dacht dat wel, van... Toen reden we door en toen dacht ik, kut, ik heb bij mijn chili... Bij mijn chicken sensation heb ik zonder tomaat gedaan. Of ja, van kut, ik had eigenlijk zonder tomaat moeten zeggen, maar dat heb ik niet gedaan. Dus hier pluk ik er wel af. Dat dacht ik. Nou. Nee, maar hoe heet het? Ik zei al, hier heb je chili chicken en toen... Keek je me zo raar aan? Ik bedoel, je had wel chili chicken. Ja, ik keek eigenlijk aan, wat de fuck zit jij met te lullen, joh. Lopen uit. Zes. Moet lopen. Kut oplichterij, jongen. Ik weet zeker ook chicken sensation. Even. Ik heb wel voor een chicken sensation betaald. Nu is het gewoon jammer dat wij niet al filmden toen. Ja, dan kon ik het terugkijken. Ja, dan kan je terugkijken. Essen. Mijn broek wel uit te doen. Ik wil lekker met mijn piemel spelen. Nou, ik wil het wat lekker. Ja, mijn probleem is, er zijn niet te veel mensen. Daar loopt Ali, daar loopt Roger. Daar loopt Pauli. Ja, ik ken een paar van die mensen ken ik niet. Maar... Ja, nou, daar loopt Niels. Ja, Niels. Oh, die is met een meisje van 14. Oh. Nee, dat is goed. Nou, als Niels zou willen, zou hij echt wel iemand kunnen fixen. Maar even gewoon, als hij... Okay, even okay. Johnny bellen? Nee, nee, als ik hem gewoon, zeg maar... Niels, onze mattie. Oké, okay, ja, Niels is zeg maar zo iemand, als ze hem bellen, dan kan hij gewoon komen. Ook al spreek je hem een maand niet, of een jaar niet, dat maakt allemaal niet uit. Als ik hem echt een makeover mag geven, gewoon niet qua dat hij nou super lelijk is, maar als ik hem gewoon zeg maar verzorgd kan laten worden. Mm-hmm. Dus gewoon, oké, okay, Niels, draag ik in plaats van die kleren. Doe in plaats van dit met je kapsel, doe dit met je kapsel. En hij gaat op hunt, op de jacht, hij gaat roven. Dat is kopje chicks, jongen. Ik zweer. Ja, laat het roven, oké. Okay. I see what you did there. Dat scoort hij die heetste chickies. Die zijn wel lekker warm, joh. Dan scoort hij nog hetere chickies dan de chili op de chili chicken. Ja, die was wel lekker zeker. Nee, ik vond het echt vies. Ja, ik zat nog zo van, oh, we kunnen naar de Mac gaan. En toen meteen zo het beeld van die chicken sensation. Oh, nice dat je die hebt besteld. Oh, wacht, die heb je niet besteld. Ik denk dat die pas aan mij. Oh, wow. Je bent gewoon die vrouw zonder bacon, maar dan zonder chicken sensation. En met een meisje plan. What the fuck. Ja, weet je wat ik niet in mijn auto heb liggen? Een beetje te snijden. Nee, we rijden die daar even naar achter. In het kanaal. Oké. Okay. Dan steek je aan. Dan duw ik de auto erin. Cool. En dan van mijn andere auto, hè? Koffie op mijn plaats. Waar geld dan? Ja, dat heb ik... 1 miljoen handen mee van. Ja, vanmiddag zo. Justin zei van ja, wat zou je. Zou je 10% kans hebben, willen hebben op 1 miljoen? Of zou je 90% kans willen hebben op een 500.000 of zo? En toen hadden we het daar een beetje over. Toen zei Justin, ja, wat zou je nou moeten doen? Eerst wat je gaat doen als je 1 miljoen erop ga je naar McDrive. En toen zei ik van ja, dan ga je 1 miljoen hamburgers kopen. 1 miljoen hamburgers? Wat zou je zeggen? Ja, je zei echt zo raar of zo. Ik zei, de hele McDonald's en dan kun je gewoon bestellen wat je wilt of zo. Ja. Zoiets zei ja. Maar, nee, toen zei ik, maak er maar iets leuks van of zo. Mm. En maakt me toch allemaal niet meer uit. En toen zei 1 miljoen hamburgers. Ja. Nice. Ja, dan... oh nee, je kan er maar 1000 per keer bestellen. En toen had je 1000 rijden, een rondje kom je weer... Ja, nee, de hamburgers zijn op. Wat? Nou, even nog, waarom de mensen daar weer? Was toen... moet ik daar even goed uitleggen, zonder dat ja, kan worden opgepakt. Een witte kaal. Nee. Ik had hem, zeg maar... je weet wel waar ik woon. Altijd die dronken... Die dronken mensen die fietsen toch altijd daar langs. Ja, als ze bijvoorbeeld klopt. Naar R, bla moeten, dan komen ja, ze daar. Naar rap, maar ja. Ja, in ieder geval, ze komen daar langs. Mm-hmm. En dan was er dan ook zo'n groep, zo, die liep ze allemaal super sloom. En gewoon 15 mensen of zo. Toen dacht ik van, oké, wat. Dus ik had mijn spullen. Ik had zeg maar mijn e-pakketjes allemaal bij.
Ik dacht van, weet je wel, mijn auto stond al ook langs de weg, dus dan zou je ook nog langs hem moeten. Ja. Ik denk, oké, stel iemand die zit te kloten of zo, of verduurd of zo, dat weet je niet, weet je wel. Ja, ik weet niet. Dus dan had ik gewoon die mes in mijn broekzak gedaan, maar als er dan iets gebeurt wat toch niet ging gebeuren, dan... En nou ligt niet in mijn auto. Maar je weet maar nooit, bijvoorbeeld, we zitten nou op de Mac, ja, bij de Mac, bij de parkeerplaats. Stel bijvoorbeeld iemand klopt van, ik heb de auto uit, ik steel hem. Nee, ja. Dat dacht ik niet. Ik heb een mes. Ja, ik weet niet. Oh ja, ik heb een gun. Wat? Ja, maar, ja. Ik bedoel, het gebeurt wel. Dat klopt. Snap je? Ik snap het. Maar ja, als iemand hier een gun heeft, dan... Neem mee! Dat is echt voor iets. Ja, mag je ook meenemen? Ja, dat is niet goed. Ik ga gewoon pijpen. Okay. Hoe weet je dat? Ja. En gezien ligt in mijn auto. Cool. Maar je weet maar nooit. Bijvoorbeeld dat ze spiegel aftrappen of zo, ja. Weet je wel. Hoe komt dat? Je kan er een race achter ze aan. Ik heb een mes! Trouwens, mij. Nee, maar ik dacht wel, ja, je weet maar nooit. Ik bedoel, als iemand dronken is en ze doen fucked up of zo. Oké, nou stop met die boss. Nee, dan snap je dan meteen oké, weet je. Hij laat ze niet stoer doen, snap je? Nee. Ik wil eigenlijk zo'n mes pakken, maar die past niet daar niet in het zakje. Ik heb een... Oh, sorry! Ik ben onschuldig. Ja. Nee, maar ja, stel, je ziet hier nou bijvoorbeeld iemand aanrennen of zo. Dan doe je natuurlijk altijd dit. En stel, hij gaat hier zo allemaal kloppen, zo. Oh, de auto! Wat zei je? Raampje open. Raampje dicht. Ja, meneer, wat doet u? Oh, daar is de politie, waar? Ja. Yeah. God. En dan doet u hem mij de groeten van hem? Doet geen mij de groeten. Ik bedoel, je doet er de staan? Nee, die bedoel ik niet. Katamaran staan. Ah, dat is een Ik heb een paarse auto. Ja, zo'n auto. Die gun hier, die ligt hier gewoon voor de fun, zeg maar. Oké, de fun gun. Nee, maar soms rijd ik langs en dan zie ik zo'n bitch of zo. Nee, oh, even schieten, even laten schrikken, weet je wel. Dan schiet ik in dat knie of zo. En dan rijd ik door. Kun jij maar raar vinden. Is deze lekkerder dan de chili, of... Nee. Nee. Vorige keer zaten er trouwens nog sporen augurk op. Zit die er nog steeds op? Nee, waar liggen de servetjes? In de S. Bij de S was er. Heb je die nou wat opgegeten? Ja. Kijk, en dan... Je mag ze allemaal hebben. Voor vinger afdrukken, pak je het mes zeg maar met een servetje vast. Ja, dat is nou al te laat. Ik heb hier nog een ander mes. Een hele messen zetten. Aardappelschil mesje. Nou, maar... Je kunt wel zeggen... Oké. Of je steekt iemand met de mes, of je slaat iemand met zo'n lifehammer hamertje. Tegen zijn schedel. Ja. Ja, dat is ongeveer even dodelijk. Denk ik. Ja, alhoewel, kijk, als je in de maag steekt, raak je die organen natuurlijk. Hè, allemaal heel erg. Maar als je met die hamer op iemands schedel slaat, dan sla je hem door die schedel in. Ik zie je. Ja? Die lifehammer hamers aan twee kanten van die pinnen, weet je wel. Ja, klopt. Sla je daaraan mee kapot? Ja, dat klopt. Sla je sowieso echt wel... Het is niet zo'n groot spijt, maar je staat hier sowieso een gat in. Nou, een gat van tegen hersenen, klaar. Ja, hersenbloeding, bla bla bla. Nee. En dan zit je dan aan zo'n stoel. En dan bellen mensen jou bijvoorbeeld om hem af te trekken van geld. Tiekeloos even. Die jonge man. En dan zeg jij, ik fapperino jou voor 10 euro. En zeg wat, nee. Weet je wat hun dan zeggen? We hebben een afgesproken over Ino. Kat! Yeah. En zo zijn de niet het zien van Harry Potter aan het zijn. Ja, klopt. Heb jij de kijkers al verteld over je vet koele nieuwe pooltafel? Ik heb een nieuwe vet koele nieuwe pooltafel. Oké, respect voor die. Ik denk het wel, dat ik het even vertel. Ja, net een paar seconden geleden. Nee, het is nou 4 december. Ja, klopt. Het is in de nacht. Nog niet zo heel lang, maar het is 4 december. Ja, het is net kwart voor 1 uur nou.
5 voor 1. Oh, we kunnen nog niet. Snel! Maar, oh, dan worden ze echt boos, denk ik. En dan zo, we zijn dicht. Of gewoon dat we staan bij die paal en dan. We zijn niet thuis. Of we zitten in de tunnel. Ik weet gewoon dat jullie daar staan. Nee hoor, we nemen alles op. Ja. Ja, maar ik heb sinds maandag, begin van deze week, want het is nou vrijdag. Of ja, nou kijk, het zat eigenlijk zo. Stop! Nee, oké, het zit eigenlijk zo. Ik had een poeltafel, ik ging op Marktplaats kijken, want ik en Milan gaan dan regelmatig poelen. Eerst gingen we echt elke week poelen, maar dat werd nou iets minder, omdat we... een beetje iemand daar misgunde. Ja. En niet zomaar iemand, maar de mede-eigenaar. Het was helemaal zo. We waren gewoon lekker aan het jammen op die muziek en lekker aan het poelen op die muziek. En waren, tegenover ons was dat zo'n groep van die mooie boys, net 12, 13, ja oké, 14, 15. Nou, waren even ouders om ons, maar eentje van die staat bij mij zat nog in de klas, weet je wel. Oh, die Roel. Oh ja, 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 ja. De 16, 17, weet dat Milan en zo'n Downy klas zijn. Nee, grap. In ieder geval onze leeftijd. En die jongens die zaten allemaal te geinen en allemaal te grappen. En die gingen met z'n vijf aan één tafel staan en ja, zo. Dat is ook zoiets. Gewoon niet anders. En Skaterboys. Toen gingen ze op een gegeven moment weg. En toen kwamen ze daarna weer terug. Zoiets was het of zo, toch? Met eten. Nee. Er was een stagiair. En hun zeiden van, ja, we hoeven niks te drinken. Oh, ja, ja, en die stagiair die snapte niet dat ze... ja, of die had daar niks van gezegd. En toen kwam die vrouw van, ja, en we zijn een bedrijf. En de consumptie is verplicht. Ja, ja, die opa en die, of ja, zijn de oudere mensen, mm-hmm. Die komen altijd wel later. En dan waren dus al bezig. Mm-hmm. En dan kijken op die tafeltjes en ze aan het scannen of er dan een consumptie staan. En dan stond er niet. Dus zij loopt daar naartoe. Ja jongens, wat is dit? Ja, je moet drinken bestellen. De consumptie is verplicht, we zijn een bedrijf. Ja, waar staat dat? Nee, dat maakt niet uit. Je moet bestellen. Dus, ja, maar we hebben geen dorst. Nee, je moet bestellen, dat hoort erbij. En toen zat ik nog tegen Milan te stellen. Oké, maar er staat wel zondag helft van de prijs. Maar er staat nergens dat je consumptie moet hebben. Dus dat slaat op. En sindsdien misgunnen wij hen gewoon zo hard. We zijn nog wel een aantal keer geweest, hoor. Tuurlijk. Maar dan zeggen dan zo helft van de prijs. Oké, logisch. Want anders is dat veel te duur. 15 euro per uur poelen voor een uur. Maar dan staat er nergens dat ze dan ook op die dag consumptie verplicht is. Hey, ik pak sowieso altijd consumptie, dus daar lig ik niet wakker van. Maar dan moet je er ook gewoon bij zetten. Ja, niet vind ik ook. Als je dan kan poelen op in je eigen regels. Of stel je komt er op een dinsdag. Ja jongens, minimaal 2 uur. Of dinsdag is de dubbele prijs. Oh, en je moet 3 consumpties hebben. Ja. Zijn er met rijf? Moet ik de politie bellen? Sluit je ze op? Nee, de tijd dat gaat nog. Dit is kidnap, ja! Ik wil hier weg. Oh ja! En je hebt die keu gebroken! Dus sindsdien was ik gewoon een beetje op Marktplaats aan het kijken van pooltafels. En ja, die nieuwe pooltafels zijn gewoon rond de 1750 euro. Ja, dat is fucking veel. Of je gaat echt naar zo'n kinderpooltafel, hè, dan kun je ook bijvoorbeeld tafel voetballen. Weet ik, dat is gewoon zo'n kutding. Nee. Maar ik wilde dus wel een beetje gewoon zo'n professionele, zo'n cafetafel. Het is gewoon een normale, je hebt al verschillende maten en vanaf 7 of 8 feet is dan professioneel. Dus daar kunnen dan wedstrijden op worden gespeeld. Nee. Dus ja, rond die maten wilde ik kijken, maar dan kom je dus heel duur uit. Dus moest ik tweedehands zoeken en dan is gewoon even kijken, een beetje scannen. En dan had ik een keer een goedkope gevonden, gebeld van, ik wil die pooltafel. En toen zeiden we van, oké, we hebben die pooltafel pas aan het einde van de maand. En dat was 2 maanden geleden, dus was het... november, oktober. Oktober was dat. Ja, dat was in oktober, want jij zou hem eigenlijk aan het einde van oktober krijgen. Dus ik zo, waar is mijn tafel, Swa? En hij zo, Zo ging dat niet. Hij zo, ga je zo tegen mij praten? Wil je geen tafel? Ik zo, oké, sorry meneer. En toen zei hij, dan snap ik het dan. Ik heb ze pas aan het eind van de vorige maand. Dus wij zo, oké, is goed. En toen afgelopen maandag toen kwamen ze hem brengen en ik heb pooltafel met 6 keuken of zo, nieuwe echt. Ballen. Er zaten allemaal nieuwe ballen, een heel doosje, echt zo'n 12 krijtjes of zo. Met zo'n krijtje doe je fucking lang, hè.
Zeker, zeker. Moet hij niet kwijtraken. Een dopje. Ja, dopje. Van de ketel waar je mee stoot, heb je dat dopje, zeg maar. En dat is... Dat is... Magie! En er zit een gat door de deur. Dus ja, sindsdien heb ik dus een eigen pooltafel. En daar wordt ook goed gebruik van gemaakt. Zeker, zeker. Je kunt er ook goed op naar bedoel. Ja. Nee. Met wie? Ga dat maar heen. Hey, een kat. Onder die fiets. Je kan hem nu niet zo goed. Ja, nu lukt het. Oh, daar ja. Hé, hey, kijk, en nu is het mijn verandering. Hallo! Yeah. Denk. Cola? Dus ja. Ja, dat is wel mooi. Ik ben ook een beetje. Ik heb ook een beetje geoefend en zo met poelen. Elke dag. Ja. Yeah. Dus hopelijk word ik... Maar dan zou nog even poelen, hè? Ja, waarschijnlijk wel. Even kijken. Ik moet het even testen, denk ik. Ik weet niet of mijn moeder er wakker van wordt. Ik weet niet. Ze zei zelf van niet wat ze dacht. Alleen als die ballen terugrollen, weet je wel, dat je dat hoort. En als jij weer buiten de baan stoot? Ja, zeker. Waarschijnlijk gaan we gewoon verder met opnemen dan, denk ik. Ja? En dan gaan we morgenochtend, wel middag, okay. Gaan we wel verder. Ik denk dat dat best is. Ik denk dat we daar het meeste hebben. Zie je het sluiten of niet? Pak het mes. Doe zo'n poort dicht. Nee, we kunnen er niet meer uit! Nee jongen, hier is geen poort. Nee. Vind je, je had dus eigenlijk wel een poort moeten maken. Want dit is dan de parkeerplaats van de McDonald's. En hier staan altijd auto's. Altijd. Kijk, nu snap ik het wel. Een paar wegnemers, bla bla bla. Maar bijvoorbeeld daar achter ons heb je ook nog het gedeelte van de parkeerplaats. Ja. En daar staan ook gewoon altijd auto's. En die staan er niet om net zoals ons te vloggen. Nee. Die staan daar gewoon om elkaar lekker te kokselen. Ja. Sowieso. Met wat wiet en wat pillen en wat lijntjes. Ja, ze hebben ook altijd zo'n bordje uit de auto hangen van wiet 1,50. Loodje op zien, hè? Nou, daar zit dan die vriendin langs, weet je wel. Die moet dan ook geld verdienen. Want die rookt ook mee. Dus die moet dan... Dus daar gaan we zo even naartoe. Zal ik eens eventjes dit naar buiten gooien? Ja, gooi jezelf ook meteen. Oké. Okay. Heb je melk zeker op? Ja. Echt, joh. Volgende keer gaan we wel naar een broccoli-paleis of zo. Dat bij je beter is. Dat lijkt me een heel goed idee. Zo, zal jij die dikke krop ophalen? Ja. Oh. Ik heb mijn haar niet gedaan, man. Ik ook niet. Nee. Oh, vandaag zeggen wij, of ja, vandaag was in de klas. Ja, ik ga ook. Ga je naar school? Wat? Ik ga wel een keer. Ja, ik wist dat je al ingeschreven stond op school, maar ik wist niet dat je ook ging. Meestal niet. Ja. Ja, alhoewel, bijvoorbeeld, ik heb maanden dan stage. Dinsdag school, woensdag school, donderdag school, vrijdag stage. Dinsdag wilde ik naartoe. Wow, dat was één. Ik wilde naar dinsdag, ja daar is de lichtheid. Mm-hmm. Ik wilde dinsdag wilde ik naar school. Mm-hmm. Maar ik had wekker gewoon een half acht gezet. Ik werd wakker 1 uur. Ik denk, oh, 1 uur. Oké. Toen ging ik achter de computer zetten. Ik kwam Mariel thuis. Waar ben ik naar school? Ik ben het wakker. Waarom moet je niet zo lang naar bed gaan? Ik ging rond 1 uur naar bed en ik denk, ja, de wekker hier niet of zo. Oh, oké. Okay. Hij is vast nog gegaan. Ja, ja, ik wel. Ik even, what the fuck? Dat leek net. Ja, ik weet echt niet. Ik werd gewoon wakker 1 uur. What the fuck? Ja, gewoon. Mm-hmm. Ik weet niet. En ja, woensdag heb ik dan 2 lessen waar ik niet naartoe hoef. Die heb ik al afgerond vorig jaar. Mm-hmm. En dan hebben we sport en bewegen. Maar ja, ik kan niet meedoen. Ik heb nog steeds die blessures. Dus de vorige keer, toen was ik bij elke les aanwezig. Dan zit je langs de lijn, zit je niks te doen. En toen kreeg ik er 5. Nu ga ik gewoon helemaal niet. Ik neem wel af en toe met de 5. Ja, just. Ik moest een scheidsrechter zijn voor lacrosse. En dat is zo'n sport met die... Ja, dat ken lacrosse. Ja, dat is gewoon een kutsport. En toen legde die vent in 2-3 minuten legde die mij die regels uit. Dan kun je scheidsrechter zijn. Oké. Okay. Ah, en dan ben je scheidsrechter. Maar ja, dan maak je soms wel fouten. En dan zitten mensen af, maar die zal maken een grapje. Hey, fluit. Dus, ja, ik fluit. Ah, dat is overtreding. Nee, maar zo mag geen overtreding. Oké, dan niet. Nou, en toen bood zo'n andere jongen aan van, leraar, zou ik dan anders eventueel fluiten? En toen zei hij, ja, is goed. En toen na het einde van de les, ja, punten. Die jongen een 6, die jongen dit, Justin een 5. Ik zei, meneer, waarop is die 5 dan bezit? Weet gewoon best. Alleen, die andere jongen bood het aan en jij zei, ja, is goed. Dus ik kon mezelf ook niet eens verbeteren. Nieuwe sport, nieuwe regels. Hè? Ja, je was lacherig en niet serieus. Ja, die jongens achter mij maken grappen. Vind ik grappen, mag ik dan niet lachen.
mag geen plezier hebben in sport en bewegen. Ja, maar kom je ons serieus over? Ja, dat komt bij jou zo over, maar ik doe toch gewoon mijn best. Nou, dus ik kreeg een 5. Zo'n andere jongen die gewoon elke week skipt bij die les, kreeg gemiddeld de 4. Dus ik zei, oké, gaan we voor de 4, kom ik niet meer. Oh goed, ik kan het ook niet meedoen. Dus, ben ik woensdagvrij. En toen ben ik vandaag wel naar school geweest. Maar de eerste 2 uur had ik les, dan nog 3 uur tussenuur en dan daarna had ik dan fitvak. Maar ik dacht, oké, ga in die tussenuur ga ik naar huis, lekker in mijn bedje liggen. En toen werd ik wakker, rond 3 uur of zo. En toen dacht ik, zal ik naar fitvak gaan? Nee, natuurlijk niet. Ja, anders kan ik weer daar naartoe. Ja. Oh man, dus 's ochtends rijd ik daar naartoe, dan rijd ik weer terug. Dan zou ik weer naar school moeten. Dan vanuit school zou ik dus naar een locatie moeten waar fitvak wordt gehouden. Want het is verdeeld over 2 lesuren. En dan vandaar moet ik weer naar huis. Nee, ik blijf gewoon lekker thuis. Lekker thuis. En toen gewoon even lekker een piemel getrokken. Ik bedoel, een computer. En nee, wie mocht ook tegelijk, hè? Zeker. Weet je wel, die muis die jij gewoon net met je handen aanpakt, hè? Waar je met die die was al zo vlakkerig, zo. Kom mee. Zeker. Okay. Ik vind het een mooie afsluiting van deze vlog. Wat vind je? Zeker. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken van deze fantastische vlog. Ja, dat zou ik wel mooi doen. Oké. Ja, hij kromp al. Het is een beetje koud. Dus ja, want die chickies hier wel imponeren, weet je wel, die polsen die hier nog werken. Oh, daar loopt trouwens een man met de bier van mens. Yo! Mens, kom maar! Bedankt voor het kijken van deze aflevering van vlog. En bedankt. En adios amigos. Wat heb jij nog te zeggen? We doen!